Ik ben Yvette Eersel van de Intensive Training Academy en vandaag ga ik u wat inleiden in een van de onderwerpen op de seminar die aanstaande is. U vindt hier veel informatie op de site yvette-eersel.com en daar kunt u zich ook inschrijven voor de seminar. Vandaag ga ik het hebben over verbreek de vloek of ook reverse the curse. Mensen vragen zich wel eens af, en dan ook vooral christenen, maar wij zijn toch helemaal niet vervloekt. Wij zijn christenen en Christus is aan het kruis een vloek geworden voor ons. En ja, gelukkig wel. Maar we moeten nog wel de vloeken verbreken in ons leven. En dan vloeken die van generatie tot ons zijn gekomen of waarvoor we zelf de deur hebben opengedaan. En we moeten dat dus omdraaien. We moeten de zegen gaan uitspreken. Nou, je vraagt je af, al ben je jaren christen misschien, maar je hebt geen doorbraak op bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld thuis, financieel, in je nageslacht, in je huwelijk, in je relaties, op het werk, op het land, in je onderneming. Je ziet maar niet dat er dingen vooruit komen. Dan is het toch zaak om de verantwoordelijkheid te nemen en te gaan onderzoeken of er nog vloeken gaande zijn. Ik heb wel eens gezegd, weet je, het is namelijk God zelf die de vloeken heeft ingesteld. Weet u dat? Ja, daar was ik ook verbaasd over. Hij zegt in Deuteronomium, als je dit en dit doet, zul je vervloekt zijn. Maar als je dat en dat doet, zul je gezegend zijn. Dus de keuze is aan ons. De keuze is aan ons. Wij moeten dat zelf in werking stellen om de zegen te krijgen. En als we dat niet doen, als we de andere kant doen, het tegenovergestelde, dan gaat de vloek in werking. Ja, ik zal je het laten zien in Deuteronomium. Ik ga een stukje met je lezen, niet helemaal een stukje. De rest gaan we op de seminar doen, dus ik zou zeggen, kom maar. Dan kunt u het allemaal horen. Er staat in Deuteronomium 28. Maar als u de Heere uw God niet gehoorzaamt en zijn geboden en wetten, zoals ik u vandaag heb voorgehouden, als u die niet nauwkeurig naleeft, zullen deze vervloekingen u treffen. Nou jongens, dit zegt Mozes. Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt op het land. Vervloekt is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. Vervloekt is de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw land en de dracht van uw runderen, schapen en geiten. Vervloekt zijn in uw komen en in uw gaan. Oeps, ja, als er geen vrucht in je leven is, moeten we maar eens gaan kijken, is die vloek nog in werking? Maar de Heer zegt, als jij mijn geboden bewaart, dan zal ik dit doen. De Heer zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbij streven en nooit achterop raken. Als u de geboden van de Heer uw God gehoorzaamt en ze strikt naleeft, wijk dan ook geen enkele manier van deze geboden af zoals u ze vandaag heeft ontvangen. Want u zult gezegend zijn in de stad en in het land. Gezegend zal de vrucht van uw schoot zijn. Gezegend zal de oogst zijn, maar ook de deeg die u kneedt. En gezegend zijn uw komen en uw gaan. Nou, op de seminar gaan wij dieper erop in. We gaan de vloek verbreken. En we gaan ons leven zo inrichten dat deze zegeningen, de zegeningen van Mozes, de zegeningen van God op ons leven, dat die echt in werking gaan. Want wij zijn het hoofd, niet de staart. Wij moeten vooruit gaan en niet achteruit. Wij moeten vooraan zijn en niet achteraan. Dat is wat de Bijbel zegt. Dus laten we ons leven rechtzetten voor God, zodat we voorspoedig worden, zodat er succesvol leven is, zodat de zegeningen en de salvingen op ons leven zijn,
op ons huishouden, ons land, ons bedrijf en onze kinderen. Want Jezus was aan het kruis een vloek geworden. En daarom zijn wij vrij. Maar we moeten nog wel het gebied bewust gaan innemen, zodat we ook vrij blijven. Ik hoop je te zien op de seminar, onze Intensive Training Seminar. Oh, het gaat geweldig worden. Dat beloof ik je. Het gaat helemaal super worden.